Ja, dames en heren, de wedstrijd Vuren en Meiden is zojuist afgelopen. Het is 3-1 voor Vuren geworden. Het was trainer Ron Vlot een echte vechtwedstrijd. Ja, het was, er moest wel strijd aan te pas komen natuurlijk. Want ja, het ging nog ergens om en dat is op zich wel leuk. Ook voor de Meiden natuurlijk. Wij moesten winnen, hun gelijk. Dank je. Maar dan moet je duels gaan winnen, klaar. En we weten gewoon, we kunnen wel voetballen, maar we laten de duels nog wel eens achterwege. Nou ja, goed, het is bloedheet, dat weet iedereen. Maar ja, goed, daar heeft de tegenstander last van. Je moet gewoon je duels winnen en aan het eind van de rit gewoon kijken of je aan de goede kant van de score staat. Ja, het eerste half uur begonnen jullie heel goed. Je kwam ook op 1-0, zelfs nog een kans op 2-0. En toen, het laatste kwartier was er even voor de meiden van de eerste helft. Ja, je kan met deze temperatuur geen 90 minuten gas geven. Wij moesten wel, want ja, de scheidsrechter geeft opeens weer een penalty eigenlijk, die nergens op sloeg. Je zal het gefilmd hebben en menigeen zal het daarmee eens zijn dat er... Maar goed, misschien moet je wel eens contact vermijden in de 16. Maar aan de andere kant, ik zeg, je moet ook de duels weer aangaan, dus het is tweeledig. Maar ja, dan moet je wel gaan weer en dan moet je gewoon hopen op. Het is moeilijk spelen op dit veld. Het is nogal hobbelig. Daar hebben we ook alle twee last van. Maar goed, je moet wel het beste eruit halen. En voorin hebben wij natuurlijk een surplus aan kwaliteit lopen. Alleen ja, dan moet je wel voetballen. Geen hoge ballen geven, want dat skolf je naar de hand van de meiden. Ja, dat klopt. Nou ja, en Bart Marenburg was ook weer goud waard, hè? Ja, uiteraard. Bart en ik zitten altijd in dezelfde kleedkamer op donderdagavond. Ja, we kijken elkaar een keer aan. Kijk, Bart die weet hoe het gespeeld moet worden. Ik doe mijn best om te weten hoe het gespeeld moet worden. Ja, en dan gebruiken we Bart gewoon. Of we misbruiken hem. Maar goed, hij zei voor de beste trainer, je hangt straks weer om mijn nek. Nou ja, goed, dat is Bart. En gelukkig heeft hij gelijk. Ron, nogmaals gefeliciteerd en gaat lekker vieren, want je hebt het wel verdiend. Ja, dankjewel. Ja, trainer gisteren aan Westerhout van de Meijden. Ondanks verlies toch eerst nog gefeliciteerd. Want volgend jaar ook weer gewoon derde klasse zonder na-competitie te spelen. Maar het was vandaag wel een echte, ondanks het warm weer, een echte strijd. Ja, die strijd heb ik wel gezien. We hadden eigenlijk liever zelf met een resultaat het veiligstellen behaald. Maar dat is niet gelukt. Maar ik kan de jongens niks kwalijk nemen. Ik vind dat ze keihard geknokt hebben. Dus je ziet wat we de afgelopen weken in het werk moesten stellen om iedere keer een fitte groep te krijgen. De medische staf die draaide overuren. Roland Stout op het doel. Waar ik Wilco een heel groot compliment voor wil geven. Want die is eigenlijk tweede keeper. En die zegt van ja, je hebt Stout er ook bij. Die moet je dan gewoon gebruiken in zulke wedstrijden. En heeft Stout laten zien. Dat vind ik geweldig. Dus ja, ik ben gewoon heel blij met deze groep. En met de beleving. Het moet in kwaliteit moet het wat omhoog. Ja, dat zie je eigenlijk vandaag wel terug. We creëren best wel wat, maar we hebben niet echt de finesse om doelpunten te maken. En dat is wel een beetje het verhaal van het seizoen. Ja, dat klopt, Gert-Jan. Maar zonder om dat als excuus te gebruiken, het was voor jou wel echt puzzelen. Want met alle respect, je moest, Roland heeft het fantastisch gedaan, laten we dat eerst even zeggen. Maar ook Joost van den Berg moest je er weer bij gaan halen. Want Richard en Hartog is ook een leuke voetballer voor, was er vandaan niet. Ik weet wel, je moet niet praten over degene die niet zijn, maar is voor de trainer ook niet altijd makkelijk dan. Dat is een uitdaging. En zo zien we het ook echt. Nadat iedere wedstrijd gespeeld is, dan stuur ik gelijk in de groepsapp van de trainers stuur ik gelijk een opstelling. Van jongens, zullen we het zo doen of zullen we het zo gaan doen? Dus ze zijn al gelijk aan het puzzelen. En ja, dat kun je als obstakel zien. Maar dan heb je op dit niveau heb je als trainer denk ik niks te zoeken. We zien dat iedere week als uitdaging. En je hebt het vandaag bijvoorbeeld met Jeroentje van Middelkoop gezien. Dat is heerlijk dat je die gewoon kan brengen. En Joost van den Berg en Rick, die hebben de komende 3 dagen last. Maar ze doen het wel. En dat is toch prachtig? Ik bedoel, dan kun je wel denken bij jezelf waarom zijn die er niet, zijn die er niet? Nee, de jongens die er zijn, daar hebben we in geïnvesteerd de afgelopen weken. En dat heeft uiteindelijk dan tot resultaat gehaald. Want je kan wel zeggen van ja, hey, heb je het wel verdiend omdat je vandaag verliest? Dat vind ik gelul. We hebben de afgelopen weken hebben we ook echt een heleboel goede punten gehaald en goede wedstrijden gespeeld. Die hebben we ook bereikt met deze groep. En vandaag lukte dat niet. Nou, dat is jammer. Ja, maar de wedstrijd wordt ook niet op 1 competitie beslist, normaal gesproken. Dus het is over heel de competitie. Even over de wedstrijd, Gert-Jan. Ik vond de eerste 25 minuten Vuren wat gedrevener. En toen kwamen jullie eigenlijk in de wedstrijd. Ja, we gingen een beetje meedoen we gingen een beetje hetzelfde spelen als dat zij speelden. Veel de lange bal, veel blind. Nou, dat zijn we niet gewend. Ondanks op een slecht veld willen we gewoon voetballen. En dat hebben we denk ik na die 20 minuten hebben we dat gedaan. We zeiden ook van jongens, die lange ballen leveren veel te weinig op. Laten we gaan voetballen. Voetballen wil dan zeggen over de grond, positiespel uitspelen, vrije man zoeken. Ja, dat lukte, vond ik, het tweede deel van de eerste helft lukte dat echt goed. En dat zo kwamen we ook weer de tweede helft het veld op. Met goede voorzetten vanaf de zijkant.
Nou, dan heeft Sam gewoon wel de echte finesse, zeg maar, om een penalty uit te lokken in de 16 te komen. Nou, die schiet hij binnen in twee instanties. En dan hoop je dat je daarna dat door kan trekken. Nou, dan krijg je gelijk de deksel op je neus. Ik vind dat die goal echt de lucht uit kan vallen. Maar dat is ook wel een beetje kwaliteit van Asperen, van Vuren. Weinig creëren en veel maken. En dat hebben veel clubs. En dat hebben wij nog net niet. Ja, het was wel een hele spannende competitie. Want kijk, vanaf nummer 5 zeg ik dat nog was. Dat hij nog kans kreeg om nog na competitie te spelen voor PD. Dat is toch wel dat er heel veel clubs dicht bij elkaar zitten. Ja, en dat is een teken dat er denk ik heel weinig ploegen stabiel zijn. En dan kijk ik vooral naar ons en dat zijn wij ook echt niet. Dat zijn we ook niet geweest dit seizoen. We hebben nooit fases gehad waarin we wedstrijden achter elkaar wel gelukkig met dezelfde beleving. En het plezier is er ook altijd geweest. Maar voetballend moet het, als het gaat om kansen creëren, kansen afmaken, ja, moet het wat stabieler. En dan had je bijvoorbeeld wedstrijden als Alblasserdam thuis of als Asperen thuis. Ja, die moet je gewoon winnend afsluiten. En dan doe je dus inderdaad wel mee. Dan ben je wat stabieler. Dan doe je gewoon mee bovenin om inderdaad na competitie te spelen. Klopt, Gert-Jan. En nou nog even een vraagje. Komend seizoen, tenminste aankomend seizoen, laat maar zeggen. Ik hoorde zo in de wandelgangen dat er waarschijnlijk een paar spelers bij kwamen. Ja, dat is vooral mij het hopen. Want het zou voor de club natuurlijk fantastisch zijn als je wat jongens erbij krijgt die weg zijn geweest. Maar ik weet nog niks definitiefs, dus dat wachten we maar gewoon af. Daar gaan we ons nu een beetje op richten. Want we zijn nu alleen maar bezig geweest met veilig spelen. Dat is gelukt, dus daar gaat nu de knop om. Dat is een politiek correct antwoord, hè? Vind ik dat je zegt, Gert-Jan. Hey, jongen, ik bedank je voor je en ik wens je veel succes komend seizoen weer. Bas, jij bedankt, hè, voor al je wedstrijden die er weer was. Ga je het volgend jaar weer doen? Zolang ik nog goed kan klimmen en klauteren, blijf ik het doen nog even. Zo, super. Tot ziens. Oké. Okay. Ja, Bart Malenburg, de route jij eigenlijk van Vuren. Allereerst gefeliciteerd met behoud van je derde klassenschap. En je was vandaag weer even belangrijk. Ja, ik was weer eens opgeroepen inderdaad. En als de trainer dat vraagt en de jongens zijn in nood, dan doe je dat, hè, voor de club. En pakt goed uit, gelukkig. Mooi. Zulke clubmensen zijn er nog weinig, wist je dat? Ja, hier zijn er nog zat, gelukkig. Ja, toch mooi zullen zoeken, hoor. Ja, dat is wel zo, denk ik. En goed, het zal met, van alles nog wat te maken hebben. Maar ik heb het in ieder geval graag gedaan weer. Oké, dat begrijp ik. Even voetballen, de eerste helft. Ik vond jullie het eerste half uur behoorlijk uit de startblokken komen. Wat gedreven dan naar Meiden. Ja. En toen heb je dat een beetje weg. Ook logisch met die warmte, keer dat die volhouden. Nee. Tweede kwartier was een beetje voor de Meiden ervan. Ja, klopt. Klopt. Maar ja, goed, ja, we hebben inderdaad weer goed begonnen. En we hebben natuurlijk een snelle goal. En dat, nou ja, toen was het voor ons eigenlijk voldoende. 1-0 is genoeg eigenlijk. Toen moesten we wat komen. Konden ze ook niet echt, vond ik. Niet echt kansen weggegeven, dat niet. Ze waren wel wat sterker misschien, maar ja, na rust de gelijkmaker. Maar pakken ons toch weer, we pakken ons gewoon goed. En dan gelukkig op het laatst nog die derde erbij. Ja. Maar dat was wel even lekker. Ja, klopt, want het was, kon alle kanten even op een gegeven moment. De bot ging allemaal heen en weer en die derde was wel lekker bevrijdend. Ja, precies. En toen had hij meteen af kunnen fluiten. Ik bedoel, aan mij is ook veilig, wij zijn veilig. Iedereen tevreden, lekker een biertje doen in de zon. Gaat het lekker doen, jongen, en succes voor ons seizoen weer. Dankjewel.